Hoi, wij zijn Janneke en Leonie en vandaag staan we op de markt in Geleen. Ja, en we gaan nog veel meer highlights van Geleen bezoeken vandaag. Kun jij eigenlijk een beetje schaatsen, Leo? Ja, zeker wel. Echt? Bij Glanenborg. Goed zo. Nou, we zijn net klaar met kunstschaatsen in Glanenbroek en dat was hartstikke leuk. Je kunt ook zwemmen in Glanenbroek. Ja, maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan richting Pinkpop Expo. Dit is de expo van Pinkpop, de Pinkpop Expo, je hebt het buiten al gezien. Die begint direct met een stukje historie. Hier zijn de geleenjaren in foto's afgedrukt, waarvan ik natuurlijk bij elke foto zo'n verhaal kan vertellen, maar dan zijn we nog daar geweest. Wat is Pinkpop nou nog meer dan gewoon wat leuke bands op een podium zetten? Kijk, we hebben natuurlijk 15 bands op Pinkpop. We gaan altijd zeggen, wij hebben de best. Wij spelen daar in de Champions League van alle festivals. En met een hele grote headliners. Maar Pinkpop is eigenlijk één brok socialize. Hè. Mensen die willen daar zijn, 3 dagen feest. En dan moeten we allemaal verkloppen. De campings zijn belangrijk. Het eten is op Pinkpop heel erg belangrijk. En natuurlijk... een biertje wat je moet drinken. En dan drinken we op Pinkpop natuurlijk het beste bier van Limburg, dat is Ambier. Een beetje reclame maken. De echte Pinkpop fans die hoeven niet met lege handen naar huis, want je kunt hier ook nog allerlei leuke Pinkpop souvenirs kopen. En wil je nou meer weten over de Pinkpop Expo of over Glanenbroek, dan lees je natuurlijk onze blog. En die vind je hier. Doei! Doei.